En het is dus zo dat die Fransman ons met 180 km per uur inhaalde. En fucking een bierfles tegen onze auto aan heeft gegooid. En ons hele raam is kapot. Het hele raam is kapot, zoals je ziet. Oh, ik kan het ook veel beter. Ik kan maar gewoon water erbij. Okay, dus ik ga even de bedden hier opruimen. Want het is hier echt één troep van de unboxing. Ready? Ja. 3, 2, 1. Loser! Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag en welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Ik sta nu in de kamer, want ik heb net mijn koffer ingepakt, aangezien we natuurlijk vanavond naar huis gaan. Ik moet alleen nog de laatste dingetje inpakken, maar dat kan ik pas vanavond doen. Dus de situatie is op dit moment als volgt. We hebben hier mijn koffer en als het goed is past die dicht. Ik moet er alleen nog wat kleine dingetje in doen, maar dat kan vanavond pas. Ik heb hier mijn strandtasje, mijn telefoon gaat mee en mijn bril gaat mee. Ik ga nu even mijn spullen bij elkaar pakken en dan gaan we natuurlijk nog even een lekker dagje naar het strand toe. En nog vanavond de laatste dingen inpakken. We zijn weer terug van een dagje strand. En het is echt bloedje heet vandaag. Maar goed, we gaan nu onze allerlaatste duik nemen in het zwembad. Hè, Duke? Hoe vindt u dat? Kut. Duke gaat vannacht ook weg. En wij gaan vanavond weg, rond 11, 12 uur. Dus het is voor ons allemaal de laatste duik. Lekker. Ja, wel jammer. Vind je het niet jammer? Super. Vind je het niet jammer? Laatste duik? Jawel. Hij vindt het heel jammer. Hij zit me echt aan te kijken van nou, hou alsjeblieft op. Dus ik ga zo even mijn jurkje uitdoen en dan gaan we de laatste duik nemen in het zwembad. Zijn we ready voor onze laatste duik? Ja, nou okay. Laatste. Ik ga ja. Er nog wel eentje. Oké. Zijn we ready? Ja. 3, 2, 1. Loser! Loser! Nee, dat ben ik niet. Oké, dat laatste duikje is wel echt even genieten. We gaan nog even zwemmen. En mijn camera staat echt ziek ver ingezoomd. Dan gaan we zo lekker douchen. Outfitje aan voor de auto. Pizza eten, want we hebben besteld. Komt om 7:30. Van die gast half klaar. Moeten we het ophalen. Heb ik zin in? Hebben jullie ook zin in pizza? Ja! Ga nog even lekker zwemmen. Oh my god, ik ben oprecht zo geschrokken en het is echt net 10 minuten gebeurd. Maar wat er gebeurd is, wij reden op de snelweg en we zijn nu denk ik 2 uur onderweg. En er was een Franse man die best wel een beetje dronken was. Hij reed heel raar en hij was heet het achter ons met groot licht aan het drukken van rijd door, terwijl wij gewoon op een prima tempo reden. En out of nowhere, zeg maar, wij zitten achterin en Milou zit helemaal aan die kant, dus helemaal links. Roos zit in het midden en ik zit rechts. Horen wij echt een fucking harde knal tegen onze auto aan. Heeft gewoon die Fransman vanuit het raam, hij, zeg maar, wij reden op de rechterrijbaan, heeft hij ons links ingehaald en heeft hij vol een bierfles tegen onze auto aangegooid. Wij zagen eerst niet wat het was, maar er is hier een Nederlander naast en die reed achter ons of voor ons, ik weet niet precies, ik heb het niet meegekregen. En die heeft dus gezien dat het een bierfles was, want die reed met zijn Mini Cooper dwars over die bierfles heen. En echt ons hele glas is geknapt en Milou begon te huilen. En het is echt een één groot drama. What the fuck is dit? Ik ben zo erg geschrokken. Het hele raam is kapot, zoals je ziet. En we hebben het nu dan soort van getaped, maar het is echt helemaal kapot. En hier is het flesje tegen aangekomen. We zijn inmiddels weer thuis van de lange reis. En ondanks het vervelende akkefietje met het raam, zijn we voor de rest wel gewoon veilig verder gereden. We zijn rond 12 uur thuis gekomen, 12 uur 's middags. En het is inmiddels al 6 uur, want nadat we thuis zijn gekomen, heb ik even rustig aangedaan, wat gegeten. Heb ik gedoucht, heb ik mij omgekleed. En ben ik even gezellig naar mijn Open Noma geweest vanmiddag. En ik ga nu even naar buiten lopen om jullie het raam te laten zien in het daglicht. Want ik heb het natuurlijk gisternacht laten zien. Alleen, ja, dan zag je het gewoon niet zo duidelijk. Dus ik ga even naar buiten lopen en dan gaan we het even bekijken. Oké, ik ben nu buiten en het waait best wel hard. Sorry voor het vervelende, winderige lawaai. Alleen, ik sta nu bij het raam en ik ga even laten zien hoe het flesje, zeg maar, precies terecht is gekomen. Oké, het zit helemaal onder de tape, omdat we het dus vast hebben gemaakt. Maar hier, je kan het wel een beetje zien, zit een heel groot gat. En hier valt ook het glas naar binnen toe, de auto in. En het flesje is met de onderkant zo gekomen.
toen is hij hier tegen aangestuit, want hier zit ook een heel groot gat. Toen is hij bij zijn auto langs gegaan en is hij zo bam, de afgekaasd op de grond. En zo ziet het raam er nu uit, dus helemaal kapot. En hierboven, kijk, het is gewoon helemaal gebroken, alles. Jullie hebben net eens kunnen zien hoe ons raam is en we gaan het gewoon laten maken bij de garage. Dus hopelijk dat het gemaakt kan worden en dat het niet al te veel geld kost. Maar dat terzijde was ik net bij mijn opa Noah, zoals ik zei. En ik heb tijdens de vakantie heel veel leuke pakketjes binnengekregen. En ik moet er ook nog heel veel leuke binnenkrijgen van samenwerkingen. En ik had het allemaal bij mijn opa Noah laten bezorgen, zodat ik dan gewoon ja, niet weer had dat het bij de buren lag. Of dat ik het daar moest ophalen of daar moest ophalen. Dus ik heb wel pakketjes en ik wil het even met jullie doornemen, want het zijn een paar hele leuke dingen waar ik zelf best wel excited over ben. Dus kijk even mee. Als eerst heb ik een pakketje van Juwelier It's Beautiful. Dus niet beautiful, maar beautiful. Super leuk. En ze hebben wat opgestuurd en één ding weet ik al wat het is. Maar de andere dingen zijn voor mij ook nog een verrassing, want het is allemaal ingepakt. Dus ik ben super benieuwd wat erin zit. En ik ga het gewoon even met jullie openmaken. Er zitten 3 cadeautjes in het tasje en ik vind het helemaal leuk. Want ik weet dus niet wat erin zit. Dus ik ben een beetje excited. En ik ga denk ik met deze beginnen. Bewaar ik deze 2 even. Oh my god, dit is zo tof. Ik wist zeg maar dat ik deze zou krijgen. Want ik had deze gestuurd als verzoekje dat ik deze heel erg mooi vond. En ik vind hem echt heel vet. Ik vind hem nog mooier in het echt eigenlijk dan op het plaatje. Want ik heb deze eens uitgekozen van Tommy Hilfiger. En hij heeft een zilver armbandje. Dat vond ik heel erg mooi omdat ik zelf heel veel zilver draag. En hij heeft dan een gouden rand. En de achtergrond is volgens mij de wijzerplaat. Die is donkerblauw. En ik vind hem heel vet. En het heeft ook allemaal diamantjes. Hele mooie details. En deze past gewoon perfect bij mijn sieraden. En ik ga hem dan inwisselen voor dit horloge. Want echt, er staat hij perfect bij. Ik zal trouwens even in de beschrijving linken naar dit horloge. Dan het tweede cadeautje. Dit zit in een doosje van Tsuyasa. En ik ga even kijken. Oh, dit is super tof. Dit is echt een heel leuk armbandje. Ik ga hem verder uithalen als het lukt. Zonder dat ik weer alles sloop. Oh, dit is super mooi. Ik moet eerlijk zeggen, ik draag zelf eigenlijk nooit dit soort armbandjes. Maar ik vind het wel heel vet. Ik ga hem even omdoen. En de combinatie nu is misschien niet helemaal perfect. Maar ik vind het wel super tof. Ook zo bij mijn nagels en zo. Heel leuk. En dan het laatste cadeautje. Beautiful Jewelry. Oh, zo leuk. Dit is echt een mooi ringetje. Kijk. Het is een infinity teken. En ik hoop dat het de goede maat is. Want ik had wel mijn maat doorgegeven. Ik denk dat het een 16 is. Ik ga even testen. Ja, hij zit echt top. Ik heb dan nu even 2 eromheen. Maar ik vind hem super tof. Hij is echt leuk. Ik leen niet. Oh, hij past ook om deze. Heel vet. Ik ben er echt blij mee. Het is zo'n infinity ringetje. Oh, je kan ook om deze, zie ik. Echt zo leuk. En dan heb ik dus, dit is mijn ene hand met sieraden. En dan komt hier dus nog een Tommy Hilfiger horloge. En dit is mijn andere hand met sieraden. En ik ben er super blij mee. De volgende items die ik binnen heb gekregen zijn weer van Nick en Nick. En ik ben echt heel erg fan van Nick en Nick. En ik vind de kleren heel erg mooi. Dus ik ga dit weer even aan jullie laten zien. Als eerst heb ik dit donkerblauwe, ja, gaasjurkje uitgekozen. En hij heeft dan bij de mouwtjes echt zo seeing through. En ik vond het zelf heel leuk. Ze hadden hem ook in het roze. Alleen ik had zoiets van, ik denk dat ik donkerblauw meer ga dragen. Dus ik heb voor donkerblauw gekozen. Maar ik vind hem super vet. En hij zit ook top. Ik heb hem net al aangedaan. En voor de mensen die me altijd vragen of DM sturen van, wow, welke maat heb jij van Nick en Nick? Want ik draag ook wel dameskleren en heb ik geen idee of ik dat dan pas. Nou, ik draag altijd maat 16 van Nick en Nick. Dat is 176. Dat is de grootste maat. En die zit mij eigenlijk altijd prima. Ik ben 1,68 en ik heb meestal maat S, M van kleren. Dus mij zit het altijd gewoon prima. Ik heb al blijkbaar maat 16. Is die vraag ook weer beantwoord. Als tweede heb ik deze toffe trui gekozen. En deze is van een Nick & Nick One collectie. En dan heb ik ook deze trui van. Die vind ik heel erg leuk. En dit is dus een hoodie. En die heeft dan hier van die witte details. Die heeft lekker een capuchonnetje. En hij heeft op de mouw heel leuk staan Nick & Nick. En volgens mij staat aan deze kant ook Nick & Nick. Dus ik vind dat super tof. En het is gewoon lekker een warme trui om aan te hebben. En hij valt ook een beetje oversized. Dat is helemaal leuk. En tot slot heb ik iets uitgekozen. Wat ik normaal niet snel zou kiezen. Maar ik zag het en ik had zoiets van, oké, ik moet dit gewoon hebben. En het heeft een beetje iets weg van Balenciaga's, vind ik zelf. En juist daarom vind ik het wel heel tof. Het zijn namelijk deze sneaker socks van Nick & Nick. Volgens mij zijn deze ook van de Nick & Nick One collectie. Weet ik niet zeker. Denk ik bijna wel. Maar ze zien er dus zo uit. En achteraan heb je hier Nick & Nick. En hier staat ook NNN. En ik vind ze super vet. En ze lopen heel lekker. Ik heb ze net al even aangehad. Ik heb een maatje 39 besteld. Ik heb normaal 38.
Alleen ik had best wel beter een maatje 38 kunnen zetten. Het zit een beetje aan de grote kant. Maar goed, dat maakt helemaal niks uit. Je hebt er niet heel veel last van. Gewoon lekkere dikke sokken erin of een zooltje. Maar ik vind ze echt super tof. Ik ben er heel blij mee. Dan waren er alle pakketjes weer die ik heb laten zien aan jullie. Voor nu ga ik zo meteen denk ik even lekker editen. Ik moet nog wat dingetjes klaarmaken. En dan ga ik daarna denk ik lekker eten met z'n allen. Mijn ouders slapen nog, omdat ze natuurlijk weer moe waren van de reis. Mijn zusjes zijn boven Netflix of zo aan het kijken. Dus ik ga even de band hier opruimen, want het is hier echt één troep van de unboxing. En dan hou ik jullie op de hoogte. Het is inmiddels al laat in de avond. En ik heb mijn koffer ook uitgepakt. In ieder geval, ik heb alle vieze dingen bij de was gelegd. Zodat het uitgewassen kan worden. En ik heb de schone dingen allemaal even in mijn koffer gegooid. En dat ga ik morgen even rustig in mijn kast ophangen. Want ik had er nu niet meer zoveel zin in, want ik ben echt super moe. Dus ik ga zo lekker slapen. Het is best op tijd nog. Volgens mij is het iets van 10:30 of zo. Dus ik ga gewoon lekker slapen. Ben ik morgen weer helemaal fit. En ben ik weer back gewoon in de timezone. Want ik was vandaag een beetje soort van... Ik wil overdag niet slapen, omdat ik dan dus vannacht niet zou slapen. Dus ik had zoiets van, oké, ik blijf gewoon de hele dag wakker. Het was wel een beetje zwaar, want ik ben de hele tijd heel erg moe en zo. Dus ik ga voor nu lekker slapen. En tot morgen. Doei doei. Goedenavond allemaal. Het is vandaag zondag. En het is inmiddels al avond. Ik heb de hele dag niet gefilmd. En de reden daarvan is eigenlijk dat ik vandaag niet heel veel gedaan heb. We zijn natuurlijk gisteren teruggekomen van vakantie. En ik heb vannacht wel lekker geslapen. Maar gewoon, ja, wel lekker, maar niet helemaal genoeg geslapen om zeg maar de energie weer back te halen die ik dus de afgelopen dagen misgelopen ben door heel erg weinig te slapen. Voor de rest heb ik eigenlijk mijn koffer even uitgepakt, mijn kamer weer een beetje georganiseerd, mijn bed opgemaakt. Gewoon allemaal van die kleine dingetjes tussendoor. Daarna heb ik gewoon de hele middag op bed gelegen, want ik was weer super moe. En ik was heel hard door mijn onderrug heen gegaan, dus ik kon ook niet heel veel, moet ik zeggen. Toen daarna hebben we even lekker vanavond lekker gegeten bij mijn opa en oma. Dus dat was wel heel erg gezellig, want die hadden natuurlijk heel erg lang niet meer gezien. Voor nu ga ik dus in ieder geval de weekvlog weer afsluiten. Vond je het een leuke weekvlog? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je natuurlijk hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik super leuk vinden. En ik wil je natuurlijk weer bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Slaap lekker allemaal. Doei doei en tot de volgende keer.